altijd leuk om je in de grote mensenmassa te verstoppen. Welkom iedereen op deze speciale dag. Ik zou jullie eigenlijk heel graag willen bemoedigen met een tekst die al heel oud is. Een tekst die gaat over zegen, een tekst die gaat over goedheid. En die tekst bevindt zich eigenlijk kort na het verhaal van de uittocht uit Egypte, van Mozes, van de 10 geboden die we waarschijnlijk nog kennen. En op een bepaald moment zegt de Heere God dan van, kijk, ik zou jullie graag iets willen leren als volk. Ik zou graag jullie als volk willen leren om elkaar te zegenen. Ik heb een slide gemaakt waar de tekst op staat en ik ga die rustig voorlezen. De Heer zei tegen Mozes, zegt tegen Aaron en zijn zonen, dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen. Zegenen is iets heel moois eigenlijk. Ik weet niet, misschien kennen jullie mensen, net als ik, die elkaar zegenen, 's avonds bij het slapen gaan of 's morgens. Ouders doen dat vaak bij hun kinderen. Grootouders doen dat bij hun kleinkinderen. Ze zegenen elkaar zonder dat ze per se kerkelijk zijn. Het is heel bijzonder eigenlijk dat dat gebeurt. Het is het diepe besef van, we leven in een situatie, in een wereld, op een wereld, op een aarde, waar heel veel ons kan overspoelen. En vandaar dat we elkaar bewust zegenen, omdat we wensen dat het goed met elkaar mag gaan. We geloven zelfs, ik merk dat bij veel mensen, dat ze zeggen, door dat te doen, geloof ik dat God ook met zo iemand meegaat. En de kerk zit eigenlijk vol met mensen die daar ook ervaringen in hebben. Die elkaar zegenen en die ook uitleggen dat zegenen betekent goed over iemand spreken, iemand iets goede toewensen. En dat ze ook die zegen mogen ervaren, dat ze dat goede ook mogen meemaken. Dat dat niet maar losse praat is, dat dat niet meer fabelachtig is, maar dat dat realiteit is. Er zijn mensen in de kerken aanwezig die gewoon zeggen van, ik heb die zegen van God ervaren. En voor veel christenen is dat heel zichtbaar geworden in de persoon van Jezus van Nazareth. Zij zeggen, door Jezus beter te kennen, voel ik mij gezegend met alle zegeningen die er maar zijn. Jezus is voor hen het gezicht van God. En als je naar deze tekst kijkt, en dat is een tekst die ik jullie wil meegeven op deze tamelijk warme dag, dan vind ik het heel mooi om jullie daaruit te bemoedigen en te zeggen, wat God hier vertelt is heel persoonlijk. Het valt misschien niet op door het woordje u, maar eigenlijk staat er jij, je. Het is heel persoonlijk gericht aan individuele mensen. Dat gebeurt vrij uitzonderlijk in het Oude en in het Nieuwe Testament. Het is een woord, een uitspraak, een zegen die ook heel veel nadruk legt op wat God doet. Dat is zo anders dan de maatschappij vaak van elkaar allerlei dingen verlangt. Dit is een woord waar God zegt van, ik zal dat doen. Steeds meer en meer wordt er in deze zegen gesproken over wat God doet. Het begint heel kort en op het einde wordt het steeds groter. En het werkt vanuit het karakter van God, de goedheid van God, de genade van God, de barmhartigheid van God, de trouw van God, de nabijheid van God. Dat is het beeld waar het vandaan komt, van Gods karakter. Zegt hij, ik wil jou heel specifiek zegenen. Ik meen het goed met jou. En met die zegen, als het gaat over vrede, gaat het uiteraard om meer dan wapenstilstand, dan het hebben van geen vijanden. Het betekent echt de afwezigheid van elke storm in je leven. Het betekent de koelte op een warme dag. Het betekent de warmte in een koude periode. Het is God die hier heel duidelijk met vrede uitziet naar de harmonie, zouden wij dat zeggen. Zo van dat het je goed gaat. Hoe gaat het met je? Heel goed. Want God heeft mij gezegend. Dit is een heel bemoedigende tekst en ik wil er eigenlijk daarom ook bewust kort over zijn. Je moet beseffen, het volk van Israël dat deze tekst krijgt, is net bevrijd vanuit het juk van de farao. Ze hebben daar jarenlang, decennia lang, zelfs eeuwenlang in gevangenschap geleefd en het is er steeds slechter en slechter aan toegegaan.
Het werd steeds meer en meer slavernij waaraan ze onderworpen werden. En nadat ze bevrijd zijn uit die slavernij, krijgen ze de stem van God te horen, krijgen ze het gezicht van God te zien en krijgen ze te horen dat ze elkaar mogen zegenen. Dat is een super wijs advies. Elkaar zegenen, de nabijheid van God mogen ervaren. Ze hadden die al deels ervaren doordat ze buiten een tent hadden gebouwd. We hebben dat een beetje nagedaan trouwens in de tuin. Bedankt voor iedereen die daarbij heeft geholpen en een tent aan ons heeft geschonken. Merci. We hebben dat een beetje nagedaan in de tuin, maar de tent van God was echt een plek waar het volk merkte van God is hier aanwezig, er is hier iets bijzonders. Het volk mocht daarom die bijzonderheid van God, die nabijheid van God, doorgeven aan elkaar. Nu, misschien ben je minder bekend met die verhalen uit het oude Egypte, uit het oude Israël. Maar dit is het verhaal waar christenen dol op zijn. Waar ze van zeggen, dit is het verhaal dat we nog meer zien in de persoon van Jezus. Jezus die goed doet voor mensen. Jezus die er voor mensen is. En Jezus waarvan onze kerk nog steeds vol lof is en vol lof blijft vanwege de geweldige dingen die hij doet. Het mooie is hoe dit stukje trouwens uitweidt, op het einde uitgeleid wordt bedoel ik. Als ze mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen. Het is de naam van God, het is zijn karakter dat heel goed doet. Zegen voor alle Israëlieten, maar ook een zegen voor alle mensen, voor iedereen op aarde. Elk hart kan deze zegen uitspreken. Het is de taal van God. Maar elk berichtje wat je stuurt naar elkaar, via WhatsApp, via sms, via e-mail, kan daarmee afsluiten. Ik zegen je met die naam van God. Elke dag kan daarmee beginnen. En elke nacht kan daarmee geheiligd worden. Met deze zegen van God naar elkaar. Het is een zegen die iets met ons doet. Het is een zegen die echt Gods licht in ons leven brengt. Het is een zegen die we mogen uitspreken over elkaar. En die ik daarom heel graag ook wil uitspreken over jullie. In aanloop ook naar de vakantie toe. Dat je echt een moment mag hebben van zegen. Ik ga daarom nog een keer de tekst voorlezen en dan rond ik af. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen Aaron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen. God zegen.